Welkom bij Sport on the Loop. Enver komt er zo meteen aan. Hij weet nog niet wat we gaan doen. Hij weet in ieder geval wel dat het een binnensport is. We gaan het in een zaaltje doen. Het heeft iets te maken met squash, maar ook met voetbal. Niet echt voetbal in de letterlijke zin, want het is binnen. Het is in een klein zaaltje. We gaan soccer squash doen. En dat is een sport die nog relatief onbekend is. Ik had er persoonlijk van tevoren nog niks over gehoord. En we gaan het meemaken. Wat houdt soccer squash in? Hoe goed was je in voetbal? Best wel goed. Heb je op voetbal gezeten eigenlijk? Dat weet ik niet eens van je. Ja, ik heb voetbal gezeten. Maar dat was toen ik... Toen zat ik in de C of zo. Of de D of B. Ik weet daar niet meer. Je was toen in ieder geval een stuk jonger. Mm-hmm. We gaan vandaag iets in de buurt van voetbal doen. Nou ja, voetbal is natuurlijk wel een redelijk bekende sport. Dus we gaan niet echt voetballen. We gaan het in een zaaltje doen. Ook geen zaalvoetbal. Heb je wel eens gesquashed? Ja, één keer met school. Eén keertje maar. Hoe beviel dat? Vond wel leuk. Ja, het was wel leuk. Nou, we gaan vandaag soccer squash doen. Dat is dus voetballend squashen eigenlijk. En... Met zo'n racket tegen de voetbal aan of zo? Nee, met je voeten. Je voeten zijn eigenlijk, is eigenlijk je racket eigenlijk. Ja? En daarmee moet je dus de bal tegen de muur aanschoppen. En er zitten natuurlijk allerlei regels voor en die horen je zo meteen wel. Maar we gaan dus vandaag soccer squash doen. Hoe zie je daar tegenop? Eerlijk gezegd, het lijkt me wel makkie. Het is gewoon balletje trappen tegen de muur. En dan binnen lijnen toch is dat volgens mij. Je hebt van die lijnen, dan moet je daar... Dat klopt. Ja, maar dat lijkt me wel makkelijk toch. Maar heb je er ooit van gehoord eigenlijk? Nooit. Nooit van mijn leven. Zullen we gewoon gaan kijken hoe die sport in elkaar zit? Want ik heb er echt ook nog nooit van gehoord. Maar dat is juist het mooie, want het is wel echt een onbekende sport. Ja, dat doen we toch. We gaan gewoon kijken, jongen. Soccer squash. Nooit van gehoord. Wat is dat? Soccer is voetbal. Ja. En squash is waar de ruimte waar we nu in staan, daar doen we squash. En daar is een soort combinatiesport van gemaakt. Dus in plaats van het racket en het kleine balletje, doe je met je voeten doe je de bal heen en weer spelen. En de spelregels zijn nagenoeg hetzelfde. Alleen bij soccer squash mag je de bal opvangen op je borst. Of één keer laten stuiten op je voet of twee keer. En dan weer terugschieten. Oké. Het kan aan mij liggen, maar ik weet niet. Is het nieuw of heb ik er nooit van gehoord? Ik denk allebei een beetje. Het is een relatief nieuwe sport. Maar ik denk dat het ondertussen toch ook wel een jaar of 10 gedaan wordt. Oké. Dat vind ik redelijk nieuw. Oké, 10 jaar, oké. Okay. Maar wat voor mensen spelen, doen dit sport? Jonge mensen, oudere mensen, allemaal? Het spreekt vooral bijvoorbeeld bij groepen aan die zelf al aan voetballen doen. En die bijvoorbeeld in de winterperiode geen voetbal kunnen doen. En dan is dit wel een leuke afwisseling. Oké, nou in ieder geval zie ik op de achtergrond Enver nu druk bezig met de bal. Ik zie dat hij zijn techniek een beetje beperkt is. Het was zeker wel een eitje om even met hem een potje te doen. Nou, daar moet je zelf ook goed voor zijn om hem als een eitje in te maken. Dus dat viel wel tegen. Maar het is wel leuk om een beetje op hetzelfde niveau te spelen. De spelregels van het soccer squash. Is het net als met tennis dat je bijvoorbeeld 3 sets moet winnen? Of hoeveel punten? Is het gewoon 1-0, 1-1? Hoe zit het met een beetje de puntentelling van het spel? De puntentelling is bij 11 win je een game. 11 punten. Bij 10-10 gelijk, dan verleng je met 2 punten elke keer. En dan is het, als je de 3 gewonnen hebt, dan heb je gewonnen. Dus best uit 5 heet dat, geloof ik. Dat is net als met mannen tennis, even heel simpel gezegd. Wie de eerste 3 sets heeft, die wint. Is er ook een competitie hier die wordt gespeeld op dit moment voor soccer squash? Op dit moment niet, wel voor squash, maar niet voor de soccer squash. En zodra er genoeg publiek voor is, dan gaan we dat onmiddellijk in gang zetten.
Dus als we het hebben over een onbekende sport, een sport die niet zoveel in de aandacht komt, dan hebben we er nu eentje te pakken die echt hoog in de ladder ervan staat. Zeker weten, en die moet groeien. Daarom gaan we eventjes een challenge ook zo meteen doen. Ben je al klaar om het op te nemen tegen Enver? Het lijkt me veel beter dat jij dat doet. Moet ik het gaan doen? Ja. Ik lijkt mij wel leuk. Ik heb altijd leuk gevonden om te voetballen. Dus ik ga geen nee zeggen. Dit is de eerste keer dat ik meedoe aan de challenge namelijk. Heel goed, maak hem in. Je hebt zojuist gesokken squashed, een sport waar we nog nooit van gehoord hebben. Ja. Hoe vond je dat ging? Hij vond het wel leuk, ik vond het wel makkelijk. Had je het gevoel bij sokken squash van dit wordt helemaal niks, of dacht je bij jezelf dit is mijn ding? Ja, ik vond het wel een beetje mijn ding, want toen ik klein was ging ik ook met vrienden spelen. Ze balden tegen de muur trappen en zo. Dus ja, het was wel het was leuk, het was echt leuk. Is het voor verhaling vatbaar? Ja hoor, ik zou best wel gewoon, als je pauze hebt of zo, of gewoon op je zaterdag of zo, en weet je wat, dan zou ik wel wat kunnen doen hoor. Gewoon buiten, weet je wel, tegen een muurtje aan. Dat doet iedereen toch? Je had bij het begin gezegd, voordat we gingen sokken squashen, dat je al op voetbal hebt gezeten. Wat was het grootste verschil tussen beide sporten eigenlijk? Voor jou dan? Op voetbal zat ik in de verdediging, laatste man. Ik kreeg nooit de bal. En nu kreeg ik vaak de bal. Oké, nou in ieder geval tot zover sokken squash. En ik vond het weer een genoegen dat ik je weer mee mocht nemen naar een sport. Een onbekende sport. Yes. Yes? We zijn inmiddels een tijdje verder na de laatste sport die je hebt gedaan. En je ziet er afgetraind uit. Ja, ja. Maar we gaan even erop terugblikken. Wat was voor jou het hoogtepunt? Hoogtepunt, letterlijk. Hoogtepunt was met dat survivalen. Maar ook echt gewoon, wat was voor jou het moment? Gewoon tijdens die zes sporten die je hebt gedaan, waarbij je echt van wauw. Ja, het is echt moeilijk, echt waar. En ik zeg nu niet van om iedereen een goed gevoel te geven, maar het was echt moeilijk. Want handboogschieten was echt net zo leuk als survival of capoeira of wat dan ook. Weet je. Het is allemaal echt zo leuk, echt waar. Het waren zes verschillende, echt verschillende sporten om te doen. Dus elke keer een andere, er werd iets anders van je gevraagd. Dat, heb je ook echt iets gedaan tijdens het sport dat je echt dacht van wow, dit ga ik niet doen? Krav Maga en hoe heet dat dan? American football. Dat was echt van, weet je, dat, je krijgt echt klappen en zo. Maar achteraf denk je van, weet je, val wel mee. En bij capoeira, tijdens de training, je ging heel erg zweten. En ik vond het echt meevallen, maar de volgende dag, ik kon niet meer lopen. Dus ja. Maar het is niet omdat het slecht was of zo, maar het geeft toch wel een lekker gevoel. Als je niet meer kan lopen, je hebt spierpijn, je hebt zoveel ingezet. Dus het is echt lekker, ja. Het gevoel dat je echt wat hebt gedaan. Ik zit nu even terug te denken en ik weet nog dat wij gingen survive, althans jij ging survive, ik was erbij, ik zat te kijken. En dat jij nogal bang van hoogtes was. Was jij niet bang voor hoogtes? Nee, ik ben niet bang voor hoogtes. Nee, het is alleen niet fijn zo hoog. Je bent toch wel bang voor hoogtes? Nee, ik ben niet bang. Want op een gegeven moment kon jij ook nog naar het moeilijkere parcours, maar toen scheet je bijna zeven kleuren stront, bij wijze van. Nee, weet je wat het was? Ik had niet zoveel tijd meer, dus ik moest wel gewoon... Nee. Ik vond één parcours vond ik wel genoeg eigenlijk. Ik bedoel, het is toch wel knap en ja, ik vond het genoeg. En heb je niet aan het einde van de rit nou echt een sport waarvan je dacht, dit ga ik doen. Dit wil ik vaker doen. Of heb je echt van, het was één keer leuk voor jezelf. Maar nu ga ik gewoon weer liever lekker in de auto zitten, muziekje op en niks. Nee, het is echt allemaal leuk. Krav Maga was
het ging er hard aan toe, maar achteraf, weet je, was het gewoon leuk. Het was teamwerk, weet je wel. Je wordt gemotiveerd door je teamgenoten. American football was ook echt net zo leuk. Gewoon lekker beuken, weet je wel. Ja, alles is gewoon leuk. Bij Survivor komt je jeugd weer naar boven. En handboogschieten ga je weer een challenge met jezelf aan. Capoeira heb je weer zo'n contactsport. Ja, het is echt allemaal heel veel iets, weet je wel. Dus het is allemaal leuk. Dus mindset, lichaam, geest, alles kwam even voorbij. Wat voor mij persoonlijk het hoogtepunt was, dat was al gelijk de eerste keer met Krav Maga toen je daar buiten stond nadat we dat gedaan hadden en dat je bijna over moest geven. Dat was voor mij het hoogtepunt. Maar dat terzijde, ik vond dat je het goed hebt gedaan. We hebben de beelden gezien. Je hebt echt af en toe bij het diep gegaan. Daar wil ik je voor bedanken. Je hebt het goed gedaan. En er zit meer in je dan dat je denkt misschien wel qua als sportmens. Ja. Nee, je hebt het goed gedaan, jongen. Ja, toch? Het gaat om doorzetten. Of je het kan of niet, maakt niet uit. Je moet doorzetten. Nou, dat is misschien een les voor de mensen thuis. Ja, precies. Goed, man. Goed gedaan.